Welkom in deze nieuwe aflevering van Financial News. Vandaag gaan we het hebben over artificiële intelligentie en het effect op de Belgische economie. Uit een enquête van de ING blijkt dat 42% van de Belgen denkt dat artificiële intelligentie tot meer werkloosheid zal leiden. Maar als je dan specifiek vraagt aan de mensen of ze denken dat ze zelf zullen vervangen worden door artificiële intelligentie, dan denkt maar 3% dat dat het geval zal zijn. Nu, we hebben dat gezien in het verleden, bij elke nieuwe technologische innovatie zie je wel dat er vrees is dat iets zal leiden tot meer werkloosheid, maar ten lange laatste is dat nooit echt het geval geweest. Hoe gaat artificiële intelligentie nu specifiek inwerken op de Belgische arbeidsmarkt? Wel, je zou kunnen stellen dat ongeveer een derde van de werknemers niet geïmpacteerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan dansers, denk aan iemand die moet afwassen in een restaurant. Geen invloed van artificiële intelligentie. Maar dan 2/3 gaat wel een invloed ondervinden. Ongeveer de helft daarvan, daar zal je zien dat artificiële intelligentie in feite complementair is. Dus men gaat productiever worden door artificiële intelligentie te gebruiken. De andere helft, ja, daar is artificiële intelligentie meer een stukje substitutie. Dus daar zullen een deel van de taken worden overgenomen door artificiële intelligentie. Denk bijvoorbeeld aan administratief werk. Dus de taakinhoud van heel wat jobs zal waarschijnlijk wel veranderen. En enkele banen zullen verloren gaan, maar je moet dat ook zien in de bredere context. Op dit ogenblik is er al een tekort aan arbeidskrachten in België. Er is ook de vergrijzing. Dus vrees voor stijgende werkloosheid door artificiële intelligentie is zeker niet gegrond. Wat is het effect op de economische groei? Wel, volgens 31% van de Belgen zal artificiële intelligentie in de komende jaren een positief effect hebben op de economische groei. 18% denkt dat het eerder een negatief effect zal hebben. Opdat er een positief effect zal zijn, moet natuurlijk artificiële intelligentie leiden tot meer productiviteit. En we denken dat dat zal gebeuren. Dat zou zelfs kunnen impliceren dat er 1% bijkomende productiviteitswinst is. We denken wel dat dat effect sterker zal zijn in de Verenigde Staten dan in Europa, voor verschillende redenen. Enerzijds is het zo dat je meestal ziet dat de meeste productiviteitswinsten worden gehaald in de technologiesector en die weegt een stuk zwaarder in de VS dan in Europa. Je ziet ook bijvoorbeeld dat er meer wordt geïnvesteerd in de Verenigde Staten in artificiële intelligentie. En tenslotte is het zo dat Europa eerder geneigd is om meer te gaan reguleren, wat ook de productiviteitswinsten van artificiële intelligentie zou kunnen beperken. Betekent dit dat de economische groei met 1% zou kunnen toenemen? Dat moeten we ook wat nuanceren. Er zijn namelijk een aantal andere factoren die in tegenstelde richting werken. Denk bijvoorbeeld aan de veroudering van de bevolking die weegt op de productiviteit. Maar er zijn nog andere factoren, zoals de deglobalisering, die ook productiviteitswinsten naar beneden zou kunnen houden. Dus je moet eigenlijk de som maken van al die dingen. En dan denken wij dat door artificiële intelligentie de economische groei met ongeveer 0,1 tot 0,5% zou kunnen versnellen. Niet onmiddellijk, dat gaat een tijdje duren, want we moeten eerst dat allemaal implementeren. Maar ten lange laatste zal er wel bijkomende groei zijn. En dat dat meer het geval zal zijn in de Verenigde Staten dan in Europa en dan in België. Maar in het algemeen zal het toch een licht positief effect zijn, ook bij ons.